Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland en uit die bewolking valt van tijd tot tijd wat neerslag. Er ligt ook een vorstgrens over ons land, ruwweg over het midden van Noord-Holland richting de Achterhoek. En ten noordoosten daarvan vriest het. En zal de neerslag dus vallen in de vorm van uh, ijzel of misschien wat, wat lichte sneeuwval. In elk geval kan het daar plaatselijk spek en spek glad zijn en geldt nog altijd code oranje. In het zuiden van het land is niets aan de hand van middag 7 of 8 graden. Bewolking blijft overheersen en de neerslagactiviteit neemt geleidelijk aan steeds verder af. Ook vanavond weinig of niets aan de hand met nog steeds die temperaturen onder het vriespunt in het noordoosten en nog steeds vrij zacht weer in het zuidwesten. Uiteindelijk wordt de winter morgen verdreven. Dat gaat met regen gepaard. In de loop van de ochtend trekt dat het land in. Misschien nog even wat winterse neerslag in het noordoosten. Maar daar loopt de temperatuur in de middag ook op tot boven het vriespunt en regent het. En zijn de winterse omstandigheden eventjes voorbij. Vrijdag 5 tot 9 graden met zonnige perioden. Maar vooral langs de kust ook buien. Zaterdag een paar buien van het westen uit. Een zonnige periode ook nog altijd. En deze dagen hebben we te maken met temperaturen van een graad of 8. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.